Vluchtelingen en kinderen die het niet zo breed hebben kregen dinsdag gratis cadeautjes in het Artspace Flipside in Eindhoven. Het speelgoed kwam van Stichting Spek. Samen willen de organisaties zorgen voor een gelukkige, warme kerst. We hebben dit georganiseerd omdat we eigenlijk voor de minder bedeelden en vluchtelingen wilden we echt iets doen. We kregen een enorme hoeveelheid speelgoed aangeboden. En dat was eigenlijk een 1-2-3 combinatie. Van, we hebben dat speelgoed, er zijn mensen die speelgoed nodig hebben. Ouders die net te weinig geld hebben of net niet dat kunnen doen wat ze willen doen voor de kinderen met kerstmis. En zo zijn we tot deze actie gekomen. Nou ja, het is bijna kerst, dus het is natuurlijk een mooi moment om nu de cadeautjes weg te geven. Dus ja, meer zo'n Christmas spirit-achtig iets. Het speelgoed was voor zowel buurtkinderen als vluchtelingen. De actie liep boven verwachting. Zo te zien gaat het heel erg goed, want de kids nemen ontzettend veel speelgoed mee. En het is gewoon heel moeilijk om proberen hun uit te leggen dat er naast hun ook nog andere kinderen zijn. En we proberen zeg maar, dat ze maar 5 stukken mee mogen nemen. Maar ze laden gewoon vuilniszakken vol. Zeg maar. Dus ze zijn heel erg enthousiast. Verwacht je nog grote drukte voor de rest van de avond? Want het is tot 8 uur, toch? Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat iedereen nog komt, want er ligt nog meer dan genoeg. En alleen maar gaaf speelgoed, dus ik hoop dat er nog een drukte komt. Maar ik denk dat we nu wel onze hoogtepunten hebben gehad.